Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 15 januari. Ik ben onderweg naar stage en na stage is het tijd voor het eerste voorbereidingsweekend van de Roverway. En dat ga ik vloggen. Dus ik zie jullie vanmiddag weer als ik onderweg ben naar het weekend. Goedemiddag, het is even kijken hoor. 22 over 1. Ik zit in de auto onderweg naar het weekend samen met mijn moeder. Ik zal je niet helemaal in beeld doen. De auto zit volgeladen. Ik ben nu mijn boterham aan het eten en ik neem het hier weer mee. We zitten nu met z'n allen te eten. Nou ja, met z'n allen, de mensen die er al waren. Patatjes. Ik ben sinds vanmiddag een uurtje of 1:15 bezig geweest met hier dingen klaarzetten. Het is nu iets over 7 en we gaan weer verder. Ik ga buiten helpen met het parkeren. Tot straks. Maar je ziet me niet. Hoi. Hoi. We gaan zo openen. Het is, hoe laat is het eigenlijk? Het is 10:15. 10:09 ongeveer. Nou, het gaat nu beginnen. Wacht, ik draai fucking koud. Allemaal welkom. Allereerst de voorbereiding voor Roverway 2016. Hey. We gaan nu een spel doen. We zijn eigenlijk allemaal spellen doen voor één groot spel. En we gaan nu basmat schuiven. Bonus, als ik achter ons sta. Wacht, ouwe. Ja, maar dat doe ik! Ja, maar dat doe ik! Ja, maar dat doe ik! Trekken! Ja, broodje eten! Oké, volgende zitten! We zijn een broodje knakworst aan het eten. Hoppa! Inmiddels is het bijna 12:30. We hebben bij de fotoboot wat foto's gemaakt. En ik, we zitten in de gang. Ik zal je iedereen laten zien. Dat is Sylvia. Hoi. Lekker paprika. Gert-Jan. Paprika. Het is druk en weg, dus die kan ik even niet laten zien. We zijn begonnen aan een spel in Oorschot, Monopoly. Ik weet niet of het gaat werken, want het is nu al chaos. Nou, komt vast goed. Het is ingewikkeld, alweer. We hebben net in een brandweerauto een foto genomen als een van de opdrachten. En die begint heerlijk. Ja, wat is het? Hagel of zo? Ik weet niet, een combinatie van hagel met regen. En sneeuw. Leuk, jee! Kijk, vanochtend wij mevrouw veel of foto maken met dieren en die zitten allemaal eekhoorns. Super leuk. Hallo. Lekker aan het knagen. We zijn nu hier aan het chillen. Eet lunch eten. Ik is van naar beneden. Poep omhoog. Hoi, we zijn in een restaurantje zitten even met een kopje warme chocomel. Maar we zijn even een nieuwe tactiek aan het bedenken. Want we vinden het spel best wel ingewikkeld. Het zit moeilijk in elkaar. We schijnen nu, of net een kwartier geleden of zo, hadden we nog 4 straten van de 20. Maar of dat nog steeds zo is, geen idee. En we zijn fanatiek bezig met de opdracht te doen. We hebben net gegeten. Het waren allemaal verschillende stamppotten. En Sylvia gaat even vertellen wat ze ervan vond. Moet ik het gaan vertellen? Mijn gezicht zegt volgens mij genoeg. En nu moeten we gaan afwassen. Yeah. Dit is Bart's kostuum voor de, wat is het, maffiaavond, hè? Wij snappen de juiste kleur wel. En dan ben ik heel triest. Mag wil je mij even doen? Stel, hè? Je bent zo. Helemaal niks aan haar outfit gedaan. Nee! Oh, dit was een en al succes. Wat? Hey! Ja, de rest nog blijven liggen voor niks en we gaan niks bijzetten. Voordat het spel begon heb ik me nog even omgekleed. Toch wel. Sylvia had iets aan, maar dat is weer uit. Als het goed is hebben we gewonnen. En weet je hoe je dat eindelijk doet? Weet je hoe je dat doet? Vals spelen. Dat, ja. Stelen. Alles. Als het goed is hebben we gewonnen. Ik hoop het is maffia. Stelen. Dat moet je doen. Goedemorgen. Het is zondag. We hebben net ontbeten. We zijn nu aan het opruimen. En het is tijd om het programma om beeld te doen. We gaan naar buiten.
Oké, we moeten een land verzinnen. En vroeger deden we dit. Ja, doe het even voor. Maar nu, in de tegenwoordige tijd, begroeten wij elkaar in Frambozenland op de volgende manier. Framboos. Behalve op zon- en feestdagen. Want op zon- en feestdagen gaat het als volgt. Fram. Blij. Want op zon- en feestdagen ben je uiteraard blij. Dus, ja, op zaterdag doen we dit. Nou, dan zijn we blij, Brak. Fram. Brak. Hoi, ik ben Madelinda. En ik ben Naomi. Ja, en we gaan nog even wat vertellen over vandaag. We hebben natuurlijk vanmorgen als eerst dat spel gedaan met begroeting en de cultuur en dat soort dingen. En daarna hebben we drie verschillende rondes gehad. Het waren eigenlijk drie hele leuke rondes. Ja, we moesten eigenlijk vertellen over wat we van dit weekend vonden. En ja, eigenlijk iets een beetje algemeen zien wat de rover nou precies is. Natuurlijk wisten we dat wel, maar net iets meer in de details, zeg maar. Iets meer info en we hadden ook nog een feedbackronde. En dat is altijd wel heel nuttig, want het was natuurlijk een heel leuk weekend, maar voor het OT en zo is het ook wel leuk om te weten wat wij nog als tips hebben of wat we leuk vinden. Ja. En we hebben het gehad over eventuele voorreis of nareizen. En dat is natuurlijk ook wel heel leuk. En inmiddels ben ik bijna thuis. Het weekend is voorbij. Het is heel leuk geweest. Ik sta nu voor de brug. Dat is dan weer wat minder leuk. Altijd als je bij die brug komt, staat hij open. Tot het volgende weekend. Doeg!